Sanneke Neneling, hartelijk gefeliciteerd met je zilveren medaille op de 1500 meter op de Jeugd Olympische Spelen. Kun je eens vertellen hoe je race verliep vandaag? Ja, dankjewel. Ja, super. Ik had een goede opening en de slagen die lukten bijna allemaal. Ik had één missertje, maar de rest ging allemaal super goed. Zat er nog een groot verschil tussen jou en de nummer 1? 1,5 seconde en dat is eigenlijk wel redelijk veel. Met welk plan ging je de 1500 meter in? Zoals bij iedere 1500 meter goed openen en dan door blijven gaan. Is het jouw sterkste afstand, de 1500 meter? Nee, meer de 1000 meter. Ja. Je moest vandaag op de buitenbaan schaatsen. Was dat wennen voor jou? Het was wel even wennen, maar ik vind het wel eigenlijk wel leuker. De bergen zijn heel mooi en het lekker zonnetje op de baan. Het is echt heel leuk. Maar je had geen last van winddingen die je normaal binnen niet hebt? We zijn de uithof gewend, dus daar staat ook nog wel eens wind. Maar eigenlijk hadden we nauwelijks wind. Kun je eens vertellen, je had zelf gewonnen en wat gebeurde er na de race allemaal met je? Toen kwam er een mevrouw naar me toe van de dopingcontrole. Ik moest eventjes, die bleef me maar volgen totdat ik naar de dopingcontrole was geweest. Dat was wel grappig eigenlijk. Daarna ging ik langs de pers. Toen kwamen opeens allemaal journalisten naar me toe van hoe ging het? Wat vond je van de race en wat vind je van de winnares en dat soort dingen. Ben je op de baan gehuldigd? Een mascotteceremonie was er. Dus toen heb ik een hele leuke jogger gekregen. Een klein beestje. Dat is heel schattig. Maar de medaille kun je nu nog niet laten zien? Nee, die krijg ik vanavond op medalplaars. Kunnen we nog meer van je verwachten hier? Ik ga zeker heel hard mijn best doen op de 3 kilometer. Ik ga nog wel voor die gouden plak natuurlijk. En de massastart, hoop ik dat ik het overleef.